Het gaat over een koppel. Hij is een banjo-speler en nog een stoere kerel die zot is van Amerika. En zij is een tatoeëuze, wel echt een coole griet. En als die elkaar leren kennen, is dat meteen vuurwerk zo. Maar het verhaal is een beetje eigenlijk door elkaar verteld. Dus eigenlijk parallel zien we dat ze dan, als ze al even samen zijn, dat ze een dochterke hebben die ziek wordt. Een dochterke van 6 jaar. En eigenlijk gaat de film over hoe dat je omgaat met leven, dood en verdriet. Of dat je eigenlijk, ook al zijn een prachtkoppel, of dat je sterk genoeg bent om met zo heel grote dingen te kunnen omgaan, dat je bij elkaar blijft.